Het gelijkheidsbeginsel wordt in het algemeen ingevuld als een gelijke behandeling van gelijke gevallen. Maar wat zijn die gelijke gevallen nu juist? Gelijke individuen of gelijke groepen? En hier exact ligt de spanning rond identiteitspolitiek, die nu meer en meer actueel begint te worden met onder andere cancel culture. Zij die zeggen dat gelijke groepen gelijk behandeld moeten worden, stellen groepsgelijkheid als prioriteit. Terwijl zij die stellen dat individuen gelijk behandeld moeten worden, individuele gelijkheid stellen als prioriteit. Hoe kunnen wij streven naar een inclusieve, rechtvaardige wereld zonder meritocratie en individuele gelijkheid op te geven? Dat is exact waar deze paper om draait. Wij moeten streven naar een identiteitspolitiek die niet enemy-based is, maar humanity-based. Streven naar inclusie en gelijkheid door de hele mensheid te betrekken zonder vingers te wijzen naar de oppressors en de oppressed.